Van harte welkom bij Door de Week Heen. Nieuws, agendaberichten en evenementen uit jouw eigen stad. Met vandaag Helmond tegen meer asfalt, hoogbezoek uit Den Haag en we waren bij Halloween Rijpelberg. In het kader van een landelijke actie heeft politie Helmond afgelopen week ruim 50.000 euro aan openstaande boetes geïnd. Ook werden meerdere auto's buiten gebruik gesteld omdat de openstaande boete niet betaald kon worden. Verder werden meerdere mensen aangehouden omdat ze nog een celstraf moesten uitzitten. De politie Peeland, waar Helmond onder valt, gaat door met het innen van boetes. Vaak blijken deze al meerdere jaren open te staan. Ad Geluk, senior adviseur communicatie en voorlichting bij het Elk Kliniek Ziekenhuis in Helmond, is op maandag 3 november door de jury van de Dag van de BHV verkozen tot BHV'er van het jaar 2014. De jury roemt zijn gedrevenheid en de 24/7 enthousiaste inzet voor de BHV-organisatie waarvan hij al ruim 20 jaar lid is. Hij weet iedereen enthousiast te maken om de veiligheid in het ziekenhuis met z'n allen te waarborgen. Zijn inzet zorgt ervoor dat de rol van de BHV'er in dit ziekenhuis op een goede plek in de organisatie staat, aldus de jury. Op de hoek van de Willem-Prinsenstraat en de Zonnehofstraat is maandagmiddag 3 november rond 2:30 geschoten op een auto. Er was een flinke ruzie gaande. De auto waarop geschoten is weggereden en de persoon die de schoten gelost zou hebben, rende hard weg. In enkele seconden tijd stonden er veel buurtbewoners op straat die de schoten gehoord hadden. De omgeving is afgezet door de politie en de recherche heeft technisch onderzoek verricht. Er zijn overigens geen gewonden gevallen door deze schietpartij. Rond 4:30 maandagmiddag is in Helmond een man in een woning aangehouden die betrokken zou zijn bij het schietincident. De man zit nog vast en de politie heeft de zaak nog in onderzoek. Over de toedracht is nog niets bekend, maar buurtbewoners vermoeden dat een verbroken relatie de oorzaak zou kunnen zijn. Er is 211 keer gestemd op één van de 4 mogelijke namen voor het park op het Obragasterrein. Heel Helmond kon afgelopen maand stemmen op de namen Energiepark, Havenpark, Kanaalpark en Stadspark. De naam waar het vaakst op gestemd is, wordt de naam van het park en deze wordt later dit jaar bekendgemaakt. Na de opening van het park in juni vroeg de gemeente aan de Helmonders om met namen te komen voor het tijdelijke park. In totaal kwamen er maar liefst 210 namen binnen. Uit al die suggesties koos de straatnamencommissie de 4 namen waarop gestemd kon worden. Het aantal van 211 stemmen betekent dat er per 1000 Helmonders slechts 2 hun stem uitbrachten voor de nieuwe naam van het Obragaspark. Orgelman Alfons Gele uit Heerlen verliest zijn jaarlijkse bijdrage van 2500 euro. Daarom overweegt hij Helmond niet meer aan te doen met zijn draaiorgel. Want zonder de financiële ondersteuning lopen de kosten te hoog op. Na 25 jaar is de stad misschien de trouwe orgelman kwijt. Voorheen kreeg hij geld van de gemeente Helmond, maar die zette de subsidie al eerder stop. En dat gat, dat werd gedicht door de stichting Jan Verspagen Foundation, maar deze draait nu ook vanaf januari de geldkraan dicht. Helmond West ondergaat een flinke wijkvernieuwing. Een belangrijke stap hierin is de aanleg van de Kasteelherenlaan met de onderdoorgang van het spoor die straks de Europaweg met de Heeklaan verbindt. Op donderdag 6 november verrichten de wethouders Frans Tiene en Erik de Vries, regiodirecteur Ines Plasmans Levert van ProRail en gedupeerde Ruud van Heugden van de provincie Noord-Brabant de officiële starthandeling voor de bouw van de spooronderdoorgang. Ja, we staan hier nu aan de Kasteelherenlaan, dus een nieuwe weg die in het hele project Helmond West is meegenomen, die nu aangelegd is. Maar dat was nog een hele belangrijke barrière, het spoor. Daar gaan we nu onderdoor. Waarmee de Kasteelherenlaan dus een 5e, als ik het me niet vergis, onderdoorgang wordt in Helmond onder het spoor. Ja, fantastische ontwikkeling. Opnieuw een weg onder het spoor door. Helmond heeft er al een aantal, maar deze is ook wel heel belangrijk voor de stad. De wijken Mierlehout, Helmond West worden nu veel beter ontsloten. Maar ook de rest van de stad heeft er voordeel bij, omdat het onderdeel is van de centrumring. Dus al het doorgaand verkeer door de stad gaat over deze weg ook de stad in en uit. Goed, omdat je voorkomt dat mensen het spoor over moeten. We hadden een aantal overwegen, die worden nu minder belangrijk. De bedoeling dat mensen dadelijk echt door die tunnel gaan rijden. En die overwegen, ja, die zijn toch
wat onveiliger. En op het moment dat ze dicht liggen, moeten de auto's stoppen, optrekken. En dat is ook slechter voor de luchtkwaliteit. Dus met de komst van opnieuw een onderdoorgang hebben we voor de stad eigenlijk weer een goede, een betere ontsluiting van het verkeer gerealiseerd. En wat u nu gezien heeft in deze animatiefilm, dat ziet er prachtig uit. Maar dat heeft in dit gebouw, wat hier voorgaand stond, iets verderop, heeft wel bloed, zweet en tranen gekost. Want we waren niet zo snel het met elkaar eens dat die weg er op dit punt, op deze plek, zou moeten liggen. De nee-zeggers hebben het pleit schijnbaar toch gewonnen. Want met 20 tegen 16 stemmen hebben ze een kleine meerderheid. Althans, een amendement tegen verdubbeling van de N279 en een nieuwe weg die samen de Ruit van Eindhoven compleet moeten maken, is aangenomen in de Helmondse gemeenteraad. En dat betekent dat na Eindhoven nu ook Helmond tegen meer asfalt is. De provincie presenteerde een maand geleden de plannen voor de Ruit. Nieuw asfalt zou de regio Eindhoven en Helmond een stuk beter bereikbaar moeten maken. De plannen van Den Bosch worden echter niet zomaar uitgevoerd. Eindhoven sprak zich eerder nogmaals uit tegen de Ruit en ook een meerderheid van de Helmondse Raad ziet meer asfalt nu niet zitten. Ondanks protesten van omwonenden is hier toch gekomen, de skatebaan in de Warande. Jongeren zijn ruim 4 jaar bezig geweest voordat de baan gerealiseerd kon worden. Ook de wijkraad uit Stiphout, de Warande en de binnenstad hebben hun handen er vol aan gehad. Op zaterdag 1 november was het dan zover en is door wethouder De Leeuw de streetskatebaan officieel geopend. Nou, we zijn hier bij de opening van het nieuwe skatepark in de wijk Warande, Oranjebuurt, Stiphout en natuurlijk het centrum. Hier zie je dat de jeugd hier heel erg enthousiast gebruik van maakt. Er is wel heel veel gedoe geweest van moet het hier nou in het park en op welke plek. Nou, we zijn met een hele hoop mensen zijn we uiteindelijk op deze plek terechtgekomen. En ik moet zeggen, het is gewoon een groot succes. Kinderen hebben heel veel plezier, zijn lekker bezig. Je kunt het zien vanaf de weg, dus het is een veilige plek. Ja, en vooral het plezier. Dus wij zijn er blij mee. Je ziet ook dat het gewoon enorm goed gebruikt wordt. Dus als je, ik zou zeggen, kom hier eens langs op een doordeweekse dag of in het weekend en je ziet iedereen geniet, zowel oud als jong. Nou, en dat is de bedoeling, dat we toch ook elkaar ontmoeten, gewoon in ons mooie Helmond. Op zondagmorgen tegen de klok van 12 uur vond er op de crossbaan in Helmond een ernstig ongeval plaats. Een quadrijder kwam door onbekende reden van de baan en in een sloot terecht. Politie, een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen ter plaatse om het slachtoffer te helpen. De man is met een ambulance en onder begeleiding van de traumaarts naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Nadat de traumahelikopter was vertrokken, werd de baan weer vrijgegeven. Aan het gedoe rondom de koffieshop aan de Wolfstraat in Helmond lijkt een einde te zijn gekomen. Het verkooppunt voor wiet hoeft daar niet weg. De zaak zou moeten verhuizen omdat die midden in een woonwijk ligt. Burgemeester Ellie Blanksma heeft dinsdag 4 november echter besloten de zaak te gedogen omdat er weinig of geen overlast is. Er was weliswaar een alternatieve locatie aan de burgemeester van Houtlaan, maar de gemeenteraad zag die niet zitten. Het niet voorhanden zijn van een koffieshop in Helmond is geen optie en vandaar dat burgemeester Blanksma heeft gekozen voor handhaving van de bestaande situatie. Mensen die aan of in de buurt van de Wolfstraat in Helmond wonen, hebben inmiddels een brief met tekst en uitleg van de gemeente gekregen. Op de kruising Kanaaldijk-Steenweg kwam op woensdag 5 november een vrachtauto voor de stoplichten zonder benzine te staan.
De voorbijrijdende politie sloot de Steenweg af en regelde het verkeer. Het lukte maar net om de vrachtauto een klein stukje de Steenweg in te rijden. Maar omdat de luchtdruk ook weggevallen was, was de auto eigenlijk onbestuurbaar. Het halen van diesel liet zo lang op zich wachten dat de vrachtwagen voor behoorlijke verkeersoverlast zorgde. Op de kruising van de Wethouder van Wellaan en de Gijzendorferstraat was het dinsdagmiddag 4 november een natte bedoeling. Niet omdat het regende, maar omdat de straat compleet blank stond door een gesprongen waterleiding. Op maandag 3 november was minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in Helmond te gast op uitnodiging van Volksuniversiteit Helmond. Hij gaf een lezing over Europa na de crisis. In het begin van zijn lezing vertelde de minister waar hij alle wijsheid vandaan gehaald heeft. Ruim 500 man publiek zat in het atrium van het nieuwe Carolus Borromeus College in Brandenvoort geïnteresseerd te luisteren. Het adres was echter voor de meesten in het donker moeilijk te vinden, want de tomtom die liet je in de steek. Ook de bereikbaarheid via een fietspad zat verbazend raar in elkaar. Wij zijn heel erg trots om vanavond een zo bekende spreker als gast te hebben als de minister van Financiën, die helemaal naar het zuiden is afgereisd om als onze gast te spreken voor alle gasten van de Volksuniversiteit zijn verhaal te doen. We hebben gemeend iedereen in Helmond die er naartoe wilde komen om naar hem te luisteren, gratis toegang te bieden tot deze lezing om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Een van onze doelstellingen van onze stichting, de Volksuniversiteit, is om zo laagdrempelig mogelijk allerlei mensen in Helmond en omgeving cursussen, lezingen en workshops aan te bieden. En met deze lezing denk ik dat wij een groot deel van de Helmondse publiek bereiken. En daar zijn we heel erg trots op. Dank u wel. Goedenavond. Dit is mijn speech. Dat is mijn eerste bekentenis. Mijn tweede bekentenis is dat de meneer die de avond net begon, is mijn oom. En jarenlang als middelbare scholier kwam ik op vrijdagavond naar Helmond. Omdat ik moest door de school worden gesleept. En dan reed mijn moeder elke vrijdagavond vanuit Zon, waar wij woonden, naar Helmond. En dan kreeg ik bijles op de zolderkamer van mijn oom. En dan kunt u nagaan, hij heeft dat ook gedaan met mijn broers en zussen. En die waren allemaal ouder, ik was de jongste. Dus oom Frans heeft denk ik 10, 20 jaar van zijn leven vergooid, vrijdagavond, op de zolderkamer, met mij en mijn broers en zussen. In 2013 hebben 18 scholen in Helmond een verkeersveilige schoolomgeving gekregen. Momenteel vindt de tweede fase van het project plaats. Ditmaal worden er 13 schoolomgevingen onder handen genomen. Het begin van de schoolomgeving wordt door het woord school op het wegdek aangeduid. Ook worden er verkeersborden geplaatst die de weggebruiker waarschuwen voor kinderen die onverwacht de straat kunnen oversteken. De scholen besteden tijdens de lessen zelf ook aandacht aan de verkeersveiligheid. Een veilige schoolomgeving wordt echter niet alleen bereikt met markering op de weg en met borden. Ook ouders, omwonenden en weggebruikers kunnen hun steentje bijdragen aan de verkeersveiligheid rondom een school. Dinsdagochtend 4 november zijn er controles geweest bij de spoorwegovergang aan de Verlengde Stationsstraat. Dit gebeurde 's morgens tussen 7:30 en 9:00. Juist op die tijd van de dag dat er schoolgangers en forensen op de weg zijn. De actie van de politie bleef zoals verwacht niet zonder resultaat. Er werden maar liefst 10 bekeuringen uitgedeeld omdat er door het rode licht werd gereden. Eén minderjarige is zelfs door de politie aangehouden en richting Halt gestuurd. Daar wacht een voorlichtingsavond en een aantal huiswerkopdrachten. Het Stop voor Rood project is een samenwerking van de politie en ProRail. Dit soort controles zullen in de toekomst vaker gaan plaatsvinden. Beursvloer Helmond is het jaarlijks terugkerende evenement waarbij vrijwilligersorganisaties zich verbinden met het bedrijfsleven en andersom. Er wordt gehandeld in advies, spullen of inzet van medewerkers. Er kan niet gehandeld worden in geld. Een deal wordt gemaakt in de vorm van een match die bezegeld wordt door een notaris. De opkomst was iets minder dan vorig jaar, maar met een totale matchwaarde van meer dan €227.000 is de Beursvloer Helmond 2014 wederom een succes te noemen. 3, 2, 1... Yeah! Yeah! Bijna net zoveel als vorig jaar. November is de dag van de mantelzorg. Ben je daarmee bekend?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik weet wel wat mantelzorg is verder, maar wat de inhoud weet ik niet. Wat vind je van mantelzorg? Ik vind wel goed dat mensen oudere mensen helpen. Alleen sommigen nemen daar de moeite ook niet voor, vind ik. Zou jij zelf andere mensen gaan helpen? Ja, want ik vind het heel fijn als ik andere mensen blij kan maken. Dus ja. Maar wie zou je dan gaan helpen? Een onbekende of meer in je familie? Dat maakt eigenlijk niet veel uit. Familie is natuurlijk altijd fijn. Alleen als je andere mensen blij kan maken, is het ook altijd goed. En zou je zelf ook mantelzorg willen verlenen? Bij mijn familie wel. Bij anderen, dat weet ik nog zo net niet. Maar in ieder geval bij familie wel. Waarom juist bij familie wel? Omdat ik die ken. Hij zegt, ik heb al zoveel geholpen. En ik vind het direct goed dat er jongeren zijn als ik die straks ons zouden helpen. Dat bedoel ik eerst. Ik heb een buurvrouw, heb ik jaren voor geholpen. Was alleen. Heb ik jaren voor geholpen op alle gebieden. Dat is mijn antwoord. Ja, dat is natuurlijk wel goed, want er zijn bepaalde personen, ja, die hebben dat gewoon nodig. En ja, wordt alleen maar op geld gekeken. Geld, want wat gaat het kosten? Dan wordt eerst naar de personen die het aangaan, daar wordt niet naar gekeken, dan vind ik. Maar ja, we zullen zien hè, hoe de toekomst brengt. Ja, meer kan ik er niet van zeggen. Maar bent u zelf mantelzorg? Ja, voor mijn man. En ik ben al voor mijn moeder mantelzorger geweest. Ja. Hoe is dat? Nou gaat het, maar het is een tijdje toen mijn man slecht was, zo zwaar geweest. Ja. Ja, en de familie wil, die kunnen ook wel helpen, maar ja, die zijn ook allemaal op leeftijd. Dus die hebben ook allemaal wat, want het is heel makkelijk gezegd. De familie of de buur of wat ook. Heel makkelijk gezegd allemaal. Maar zo werkt het helemaal niet. Nee. Vindt u dat u te weinig steun heeft gekregen? Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat lag ook wel aan mijzelf. Ja, ik heb aan mijn man toen in die tijd dikwijls gezegd van God, zullen we hulp inschakelen? Want ja, ik vind gewoon dag en nacht dienst draaien, dat werkt niet. Nee, ik let wel op. Ik let echt op wat ik doe. En toen kwam je in het ziekenhuis terecht uiteindelijk. En in Tilburg hebben ze me fantastisch geholpen. Ze zeiden tegen mijn man, het eerste wat ze zeiden, u mag niet naar huis voordat u hulp accepteert. Dus ze hielpen mij daar heel erg in. En toen hebben wij hulp geaccepteerd. En fantastisch. Die hebben mij echt al fantastisch doorheen getrokken. Echt, ja. U bent zelf dus mantelzorg geweest? Tot ik zelf ziek werd. En heeft u daar nu zelf ook mantelzorg? Nee, hoeft nog. Hoeft niet meer. Nee. Zou u daar wel gebruik van willen maken? Ja, natuurlijk wel. Ja, natuurlijk wel. Maar zou dat dan familie moeten zijn? Ja, liefst wel. Waarom? Geen buren of iets. Nee, dat hoef ik niet. Je weet helemaal niet wat het is? Nee. Jij toevallig wel? Nee, maar zo was. Het gaat erom dat je dus zorgt voor andere mensen? Oké, dat heb ik nog nooit verkocht. Op tv niet. Eigenlijk ook op school niet dus. Maar stel dat familie van jou mantelzorg nodig heeft, zou je dan gaan helpen? Tuurlijk, voor familie doe je alles. Als ik dus iets zou gaan mankeren, dan zou ik dus graag willen dat mijn man mij helpt. Zeg maar, of mijn kinderen. Maar het moet niet moeten, er moet andere zorg wel zijn, vind ik, als je dus alleen bent. Hè? Maar is de stap ook niet moeilijk om hulp te vragen? Ja, die stap is moeilijk, want je wilt dat graag samen oplossen, maar ja, dat werkt niet. En vooral als het daar geen dienst draaien is. In het weekend van vrijdag 31 oktober tot en met zondag 2 november vond de consumentenbeurs in Mierlohout plaats. De Geesteldonk en Sporthal Polaris waren onherkenbaar omgebouwd en met elkaar verbonden. Tal van standhouders, maar ook verenigingen uit Mierlohout prezen daar hun waar en activiteiten aan. Er was van alles te zien en te koop, van zitbank tot nepwimpers en van EHBO-cursus tot sieraden. Ook Omroep Helmond was van de partij, waar men informatie kon inwinnen betreffende zeer voordelige commercials. Call it magic. Call it true. Call it magic. I'm with you, and I just got broken into two.
Franka Swinkels van de winkel van Swinkel? Helemaal goed. Helemaal goed. Nou, vertel eens, hoe gezellig? Iedereen die binnenkomt, die zegt van, oh ja, yes. Ja. Net als vroeger. Net als vroeger. Is het dan echt zo'n ouderwetse, gezellige winkel? Ja, bij ons kun je gewoon de tijd nemen om te winkelen. Je wordt bij alles geholpen. Je kunt bij ons een kopje thee of een kopje koffie drinken. Je kunt op je gemak één snoepje kopen van 5 cent. Je kunt eigenlijk thee, streekproducten. Ik heb me laten vertellen dat het is geen winkel net als alle andere winkels. Nee, het is een hele bijzondere winkel, want in onze winkel werken mensen met beperking. En die mensen die maken dan ook echt de kassa doen en de mensen bedienen. Vrijdagavond 31 oktober was er voor de eerste keer live sportradio te zien en te horen in de horecaruimte van de cacaofabriek. Tijdens deze uitzending een debat met Helmondse trainers die meer dan 30 jaar ervaring hebben. Nou ja, de eerste keer sportradio in de cacaofabriek in het restaurant. Nou, wordt een hele leuke uitzending. Waarin we de eerste twee blokken, zijn eigenlijk twee blokken met de manager. De general manager Paul van Oort en de manager van de cacaofabriek Tien Nauws. Dan gaan we in debat over alles wat met sport en muziek te maken heeft. Dus dat lijkt me heel erg leuk. Na die twee rondes gaan we in debat met trainers die meer dan 30 jaar ervaring hebben in het trainersvak in Helmond. Dus dat is ook wel eens leuk om die juist bij elkaar te zetten. Ja, dat wordt echt gewoon een hele leuke uitzending waarin we ook speciaal aandacht hebben voor muziek in combinatie met een bepaalde tak van sport. Hartelijk welkom luisteraars en ook de mensen hier in het restaurant. Hartelijk welkom. Het is vrijdagavond, tijd voor sport. De eerstvolgende is 30 januari 2015. Dus in januari zitten 5 vrijdagen in de maand. En dan gaan we een debat voeren met bestuurders van Helmondse sportverenigingen. En die gaan in debat met de wethouder. Dus dat is wel heel erg leuk. Een uitzending waarin ook twee managers aan tafel zitten en dadelijk in de eerste ronde gaan spelen. Welkom Paul van Oort en Tien Nauws. Wij gaan een gesprek over muziek en sport. Ladies Circle Helmond is een nieuwe serviceclub voor dames in de leeftijd tot en met 45 jaar, waarbij vriendschap en service centraal staan. De vrouwen zetten zich samen in met fysieke en financiële hulp. Anderhalf jaar geleden werd de club opgericht en 1 november jongstleden hebben ze de officiële status bereikt als Helmondse afdeling van Ladies Circle Nederland. Om dit te vieren en om zichzelf te presenteren was er 's middags een feestelijke bijeenkomst in de cacaofabriek voor alle circles in het land. Hier waren diverse prominente Helmonders bij aanwezig en 's avonds gaven ze nog een benefietfeest ter ondersteuning van hun jaardoel. De Helmondse Stichting achterstevoren. Het door de dames opgehaalde bedrag voor deze stichting is voldoende om 60 tot 70 zieke kinderen een onvergetelijke belevenis te kunnen geven. Ik ben een trotse burgemeester op Helmond, maar ik ben zeker heel trots op de 12 initiatiefnemers van Ladies Circle Helmond. Heel veel succes vandaag, maar ook zeker voor de toekomst. Ik wens jullie alle goed. Dankjewel voor het initiatief. Achterstevoren op het toneel. En vol verbazing zagen wij, wat doen die veel. En toen kwam er dus voor Emma en Sophie een vette check zo van 1000 of 3. Wat die twee doen is in het hele land uniek. Dus vraag ik nu u allemaal, mijn lief publiek. En als ik allemaal zeg, bedoel ik ook allemaal. Voor die twee een ovatie van de hele zaal. Toen kwamen de speeches, de speltjes en ho ho. Verdween goddank dat overbodige I.O. En op want dan komt verheugen mij ons het meest. Een prachtig daverend terecht geboortefeest. Heel fijn dat u
vanmiddag allemaal hier kwam. Van overal vandaan, maar niet uit Amsterdam. Dat u de weg naar hier gemakkelijk allemaal vond. Naar onze nieuwste trots, de Lady Circle Helmond. Halloween in de wijk Rijpelberg werd gevierd op zaterdag 1 november. Kinderen met hun ouders trokken in groepjes door een bosrijke omgeving in de Rijpel, waar je geen hand voor ogen kon zien. Leuke, spookachtige attributen waren onderweg opgesteld. Maar er waren ook echte spoken die je beter niet in je eentje tegen kon komen. Treintjes, iets voor kleine kinderen, tijdens de groots opgezette beurs in het Knippenberg College niet dus. Daar waren het vooral volwassenen die de knoppen bedienden. Ter gelegenheid van het dubbele jubileum waren meer dan 25 bijzondere modelspoorbanen opgesteld. Vooral de besturingstechnieken sprongen in het oog, want ook hier heeft de techniek niet stilgestaan. Honderden meters rails waren verwerkt in de opgestelde banen met duizenden kleine poppetjes en complete oude stations die tot in detail nagebouwd waren. Prachtig om hier te zijn. Voor mij heel bijzonder, want op de knip heb ik altijd zelf gezeten. En ik zie nu wat hier aan tentoonstelling is opgezet. Prachtig. Dus de Spoorgroep Zuid bestaat al 25 jaar. En al 25 jaar organiseren zij ieder jaar zo'n tentoonstelling. Ik vind dat knap. Vind ik een felicitatie waard. Want het valt niet mee in deze tijd om vrijwilligers actief te krijgen. En ze dan ook nog achter zo'n project te krijgen ieder jaar. Dus mooi, treinen. Ik ben zelf de wethouder verkeer en vervoer. Dus ik heb ook iets met treinen. Hier zijn ze in het klein. Hier kunnen ze een wissel oppakken en ergens anders neerleggen. Een huisje oppakken en ergens anders neerleggen. Ik zou willen dat ik dat als wethouder soms ook zo makkelijk kon doen. Zo makkelijk is het niet. Maar het is wel mooi dat je op die schaalniveau ziet, terugziet wat ik in mijn werk dagelijks tegenkom. Na een eerste editie Fonkelrock afgelopen april komt er nog dit najaar een vervolg van Fonkelrock. Op zaterdag 8 november van 3 tot 1 uur vindt dit kleine rockfestival plaats in wijkhuis De Fonkel. Muziekliefhebbers van het brede genre rock tot metal zijn van harte welkom. Op twee podia treden bands op. Zij brengen bekende nummers en eigen werk ten gehore. Zaterdag 8 november brengt cabaretier Marlon Kikke zijn nieuwe programma Bergopwaarts in Theaterspeelhuis. Marlon Kikke is geboren in Willemstad op Curaçao en opgegroeid in Aleriksel. In 2009 won hij de Comedy Award voor Nederland en Vlaanderen als de beste stand-up comedian. Op zaterdag 8 november om 8 uur en op zondag 9 november om 2 uur geeft Dierdonkoor Didoco een spetterend optreden in de cacaofabriek. Ter ere van het 10-jarig bestaan met hun show genaamd Uit de Schaduw. Kaarten hiervoor zijn te verkrijgen bij Albert Heijn en Dierdonk, aan de kassa van de cacaofabriek of via het e-mailadres kaartverkoop@didoco.nl. Kaarten voor volwassenen kosten 8 euro per stuk. Zondag 9 november aanstaande is er een gezellige van alles wat rommelmarkt in de Brem in de Rijpelberg. Voor 1 euro mag u binnen en de rommelmarkt duurt van 10:30 tot 15:30. De organisatie is in handen van biljartclub de Brem.
Carnaval begint dit jaar in Brandevoort op zondag 9 november tussen 3 uur en 5 uur 's middags. Dan is er de eerste Kertjesmert in Wijkhuis het Brandpunt. Seniorenharmonie Helmond geeft samen met gemengd koor Amuse uit Asten op zondag 9 november een donateursconcert in ontmoetingscentrum TOV. De aanvang van het concert is om 2 uur en de toegang is gratis. Op maandag 10 november is er weer een gezellige Hollandse liedjesavond in Café de Kaper onder het mom van Geniet van het Hollandse lied zonder limiet. Vanaf 8:30 liggen de zangbundels weer voor u klaar. Café Brein Helmond organiseert maandagavond 10 november een ontmoetings- en informatieavond voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, NAH. Deze keer is het thema Ik en mijn hobby. Tijdens deze avond wordt er stilgestaan bij de mogelijkheden op het gebied van vrije tijd en sport met NAH. Er zijn deze avond meerdere gastsprekers, waaronder een fysiotherapeut en een consulent van mee, die het thema vanuit verschillende invalshoeken belichten. Café Brein vindt plaats in Lunchroom De Keizer aan de Torenstraat in Helmond. De Volksuniversiteit Helmond verzorgt een breed scala aan cursussen en lezingen voor de inwoners van Helmond en omstreken. 11 november zal Maartje Vos Swinkels een lezing geven over het licht in de kunst in de bibliotheek van Helmond. In deze lezing zal ingegaan worden op de technologische ontwikkelingen op het gebied van verlichting vanaf 1750 en welke invloed deze ontwikkelingen hadden op de beeldende kunst. Maartje beantwoordt vragen hierover tijdens een lezing met veel beeldmateriaal. De entreekosten bedragen 6 euro en de lezing start om 8 uur. Bij Gemeentemuseum Helmond is het in november lezingenmaand. De lezingen worden georganiseerd in het kader van de hedendaagse kunstexpositie Emoties en hebben alle te maken met onze emoties. Woensdag 12 november trapt Juliette Schaafsma af en vertelt handige weetjes en leuke anekdotes over de menselijke emoties, boosheid en agressie. Juliette Schaafsma is universitair docent aan de Universiteit van Tilburg en doet onder andere onderzoek naar uitsluiting, agressie en radicalisering onder verschillende etnische groepen in Nederland. De lezing start om 8 uur in de Karatzaal op de museumlocatie in de Boscotondohal en duurt ongeveer 1 uur. De zaal is open vanaf 7:30. Op donderdag 13 november om 8:15 staat het toneelstuk Stoner met onder andere Reinoud Bussemaker in Theater Speelhuis. Stoner vertelt het hartverscheurend mooie verhaal van een weinig opzienbarende man en zijn weinig opzienbarende leven. Een arme boerenzoon wordt docent literatuur aan de universiteit. In de stormen van zijn huwelijk en werk probeert hij zich staande te houden. De brandweer in Brabant organiseert in de maand november een gratis lunch voor iedereen van 65 jaar en ouder die zelfstandig woont. Kom een broodje eten bij de brandweer en ondertussen vertellen brandweermannen en vrouwen over hun vak en krijgt u tips en adviezen voor een brandveilige woonomgeving. Op de brandweerkazerne van Helmond wordt broodje brandweer georganiseerd op donderdag 13 november. U kunt zich via de website www.broodjebrandweer.nl opgeven voor de lunch. Voor de tweede keer organiseert Blaaskapel de Fillies uit Helmond op zaterdag 15 november het Filliesfest. Een feestelijke en muzikale avond met bevriende kapellen die om 8 uur start. Sinds kort is uit deze jonge kapel, de Fillies, een vereniging ontstaan. Met het Filliesfest willen zij het publiek graag kennis laten maken met deze nieuwe club. Kaartjes à 3 euro zijn verkrijgbaar aan de deur en te bestellen via www.defillies.com. Of phillies@live.nl. Zondag 16 november is er een koffieconcert in de Brem in de Rijpelberg door het bekende orkest Echo van het Zuiden uit Eindhoven. De middag duurt van 1 tot 4 uur en de toegang is gratis. De organisatie is in handen van seniorenvereniging De Rijpel. Ook dit seizoen wordt er weer een gezellige drukte verwacht tijdens de intocht van Sinterklaas in Helmond op zondag 16 november. Nog voordat de Sint voet op Helmondse bodem zal zetten, wordt het publiek opgewarmd. En rond de klok van 1 uur arriveert de Sint met al zijn zwarte pieten op het havenplein. Onder het toeziend oog van duizenden kinderen zal de burgemeester de Sint officieel welkom heten in de stad en hem de sleutel van het kasteel overhandigen. Rond de klok van 2 uur zal de Sint aankomen op de markt. Pink Cacao, 16 november in de cacaofabriek, is een evenement dat acceptatie van seksuele diversiteit in en rondom Helmond wil vergroten. Dit wordt gedaan door middel van informatie en interactiviteit.
Dat betekent een programma boordevol interessante, spraakmakende, grappige en aansprekende activiteiten. In de foyer vindt u een informatiemarkt waar enthousiaste medewerkers u informatie kunnen geven over uiteenlopende onderwerpen rondom seksualiteit. Van daaruit kunt u zelf uw programma samenstellen. De middag duurt van 12 tot 6 uur. Nederlands Nationaal Circus Herman Rens brengt wonderen naar Helmond in de geheel nieuwe show genaamd Miracles. Het reizende gezelschap van Nederlands bekendste circus brengt voor dit jaar een show naar de Torenstraat in Helmond. Daar kan het hooggeëerd publiek van 11 tot en met 19 november in de fonkelnieuwe circus tent met de uitstraling van een reizend theater genieten van de beste internationale acts. Dit was weer Door de Week Heen voor deze week. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Heeft u tips of evenementen? Stuur deze dan naar redactie@omroephelmond.nl. En misschien wordt uw evenement geselecteerd voor uitzending. Bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week.